Sanne Keizer is beachvolleyballer en speelde zondag een toernooi in Zutphen. Het was een voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio. In 2008 deed de Doetinchemse ook al mee, toen met Marleen van Iersel, nu met Madeleijn Meppelink. In 2016 in Rio ontbrak Keizer. Ze wilde in die periode graag een gezin stichten. Ik was net moeder geworden dat jaar. Ja, dus tijdens Rio zat ik met twee baby's. En ik heb een ontzettend lieve tweeling. De liefste tweeling van de wereld. En ze waren toen een halfjaartje oud. Zat ik de wedstrijden te kijken met twee baby's op mijn arm. Dus dat was even een andere topsport. Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon. En ze maakte als ervaren dertiger haar rentree. Keizer legde haar werk bij de politie neer en stortte zich voor 6 dagen per week weer vol in het leven van een topsporter. Het liep zo en ik kreeg de kans en ik wilde dat eigenlijk aangrijpen. Er was de mogelijkheid in mijn thuissituatie om het te regelen. En ja, ik werd daar gewoon super gelukkig van dat ik het nog een keer mocht proberen. En ik heb wel altijd gezegd, als ik dit weer een keer doe, dan doe ik het wel echt voor. Dan wil ik terugkomen voor de medailles en dan wil ik op het hoogste niveau kunnen sporten. En dat betekent ook gewoon met de beste speelster van Nederland. Naast me. En in het eerste jaar werden we al Europees kampioen, dus dat gaf een enorme boost. Dat we echt dachten, ja, zie je wel, we zijn echt een topteam. En het gaat eigenlijk met de dag beter en worden we meer steady. En ik heb heel veel vertrouwen in die tweede spelen. Ja, we staan 10e of 9e op de wereldranking en het ligt heel dicht bij elkaar. Dus ik zou het niet zeggen als ik het niet realistisch zou vinden. Nou, we hebben allebei sowieso onze eigen kwaliteit natuurlijk. Madeleijn is een blokker. Ik ben nu verdediger. Ik was in mijn vorige Olympische carrière was ik een blokker. En dat was niet zo'n heel succes trouwens. Maar nu als verdediger gaat het me een stuk beter af. Ik voel me echt meer op mijn plek. Ik denk dat we daar allebei onze kwaliteit hebben gevonden. Ik leid iets meer de structuur in het veld. Dus ik hou iets meer bij wat er tactisch wordt gespeeld. Dus dan zeg ik van, hey, ze hebben al 3 ballen dit gedaan. Die ballen die. Ik denk dat ons plan goed werkt. Of ik denk dat we moeten veranderen. En Sanne die zegt, iets meer in het moment is zij van het beslissen. Ik ben echt wel impulsief en ik geef graag leiding. En Madeleijn is heel van de structuur en de tactieken uitzetten. En ja, op de een of andere manier werkt dat gewoon heel erg goed samen. En weten we ook de juiste balans te vinden in wedstrijden en in trainingen ook natuurlijk, waar het om gaat. Sanne af en toe kan gewoon heel fel uit de hoek komen, maar dat kan ik ook. En ik denk dat ik in het begin daar nog een beetje dat je dan moet denken van, oké, dit is niet persoonlijk. Dit is gewoon voor, omdat ze heel graag wil winnen. Keizer reist met Meppelink de hele wereld over, vaak ook met een uitgebreid team van specialisten. Tegenwoordig woont ze in Haarlem. Maar zondag was ze dus voor even terug in de voor haar zo vertrouwde omgeving van de Achterhoek. En dat voelt nog altijd als thuiskomen. Ik moet wel zeggen dat als ik dan hier dan heen rijd, dan denk ik wel echt van ja, dit is een prachtige Gelderland. Nee, echt heel erg leuk. En ik vind het ook leuk, straks komt ook mijn familie, mijn ouders komen kijken. En mijn kinderen zullen ook nog langskomen, denk ik. Die zitten vlakbij op een camping. Dus. Nee, en mijn man loopt hier rond. Ja, het voelt gewoon wel echt als thuis. En het is gewoon heel erg leuk om een keer ook aan je eigen omgeving te laten zien. Waar wij elke dag mee bezig zijn. En waarom ik 6 dagen in de week op een beachvolleybalveld sta. En wat we daarmee willen bereiken. Dus het is wel gewoon heel erg gaaf om hier te zijn, ja, zeker. Of het nu gaat om een onschuldig spelletje korfbal voor de sponsor of het publiek, Meppelink en Keizer willen altijd winnen. Maar in Tokio moet het over 30 dagen echt gebeuren. Een Olympische medaille. En om dat doel te bereiken schuilt een gedetailleerde filosofie. Waar wij op dit moment heel erg mee bezig zijn is heel erg in het proces werken. Dus waar hebben we wel invloed op dit moment? Ja, we hebben geen invloed op of we uiteindelijk die medaille gaan winnen. Maar door binnen ons proces, hoe willen wij die bal spelen? Hoe spelen wij? Wat is onze identiteit in het veld? Hoe willen we communiceren? Hoe staat de wind? Wat voor een tegenstander hebben, welke tactieken hebben, welke opties hebben. Door op die manier te werken, zeg maar, blijf je weg van dat resultaatdoel. En daar zijn we op dit moment heel erg mee bezig. En ik heb dus alle vertrouwen, samen met Madeleijn, dat het dan uiteindelijk ook gaat resulteren in die overwinning.